Even kijken, dat is €3,80. Tijdens Ada's laatste week liggen de zakdoekjes binnen handbereik. Want ook al is ze voorbereid op de sluiting, sommige dingen zal ze echt wel gaan missen. Ik denk het praatje met de klant. 50 jaar werkt Ada al in de supermarkt. Eerst bij haar vader en later samen met haar man. De winkel is een echt familiebedrijf dat al 134 jaar bestaat. Even kijken, aan de Slaapweg zijn ze begonnen. Dat was mijn overgrootvader. En die had een boerderij, dat was vroeger, met een klein winkeltje. Dat moet er nog bij, dat moet er nog bij. Er zijn geen opvolgers en Ada en haar man Wim zijn inmiddels op leeftijd. Ik ben 71, dus we vonden het altijd nog mooi. Maar ja, op een gegeven moment word je hersteld minder gauw. Ik vind het goed zo. Wim ziet dan ook vooral de positieve dingen van stoppen. 'S Morgens een heel lange koffie drinken. En geen verplichtingen meer. 1 brood, €2 graag. Dank je. Maar voor Ada zal 1 zakdoekje morgen niet genoeg zijn. Nou, ik denk dat het moeilijk wordt dat de deur dicht gaat. Dat denk ik, maar verder weet ik het niet.